gekozen voor het compleetste veulen met een hele beste draf en dat is nummer 30. Voor het meest complete paard. En dat is paard nummer 59. Die heel mooi in drastype is, goede bouw heeft en heel functioneel in de beweging. En ja, als het een beste draver zou zijn, dan zou dat 58 zijn. Maar het meest complete paard, nummer 59, kampioen van de Twenters. Nummer 58, reservekampioen. Eigenaren, gefeliciteerd. Kampioen wordt nummer 81. En waarom wordt die kampioen? Door zijn heel fijn model, hele goede ruime stap met veel lichaamsbeweging erbij. En een draf die misschien iets meer lichaamshouding in kon tonen, maar wel met een mooi achterbeen gebruik en een goede houding. Vandaar dat we het vonden dat deze de kampioen werd. Maar nummer 2, die paard die hele luxe uitstraling heeft, de stap is misschien een klein beetje zijn beperkende factor, maar wel een mooie manier van draven. Eigenaar, gefeliciteerd. Ik denk dat we terugzien op een mooi kampioenschap. Van alle drie paarden kan misschien de beweging wel even overtuigender, maar het zijn wel alle drie paarden die goed in het model staan. Te beginnen met nummer 59, een mooi modelpaard. Een beetje neerwaarts gebouwd, wat we ook terugzien is een manier van bewegen, maar wel veel lossigheid toont en ook heel veel luxigheid uitstraalt. Dan komen we bij nummer 81. Daar heb ik ze net ook al wat gezegd. Heel mooi in het model. Correct model met heel veel rasuitstraling en heel goed stappen. Dan komen we bij nummer 102. Wat korter gelijnd. Met een paard die verder goed in het model staat en zich met name in de draf opwaardeert. We hebben gekozen voor de kampioen. Dat is nummer 81. De Beertke Norbert van de familie Posma. Een paard die heel goed in het model staat. Heel goed ruim stappend. En een goede manier van draven, met name het laatste stuk, toont hij ruim voldoende techniek. Zou misschien ietsje spectaculairder kunnen draven, maar het is wel heel mooi functioneel. Een hele mooie, waardige kampioen. De vakvereniging Groningen-Drenthe combinatie kan terugkijken op een zeer geslaagde dag. De ochtend begon wat twijfelachtig, wat aarzelend vanwege de regen. Maar nu, vanmiddag, was het droog en prachtig mooi keuringsweer. Het geslaagde was met name de kampioenskeuringen, waarbij hele mooie paarden naar voren kwamen, die met name opvielen in de hele mooie modellen. Wat opviel bij de veulens, bij de jeugd, dat er heel veel beweging in zat. Niet alleen mooie modellen, maar ook heel veel beweging. De middag is afgesloten met mooie tuigpaardenrubrieken, dus de fokvereniging Groningen-Drenthe combinatie kan terugkijken op een zeer geslaagde dag.